Goedendag. ik ga vandaag met jullie een uitspraak bespreken van de Hoge Raad, 2 december 2022. En het is een belangrijke uitspraak, want het gaat over uh, aansprakelijkheid van de werknemer. En de aansprakelijkheid van de werknemer is in een dienstverband altijd beperkt door artikel 661 van boek 7, burgerlijk wetboek. Waar gaat het om in deze zaak? Een... Grote werkgever van Mossel die komt er in december 2017 achter dat hun financieel directeur maar liefst geld heeft verduisterd en niet weinig. Het gaat om een miljoen euro, dus dat is een groot bedrag. Nou, die financieel directeur wordt daarvoor strafrechtelijk veroordeeld, zowel voor het verduisteren als voor witwassen. En um, dan kan van Mossel natuurlijk nog een civielrechtelijke procedure beginnen tegen die financieel directeur. ...om hem aansprakelijk te stellen. Dat gebeurt ook, maar daarmee is voor Van Mossel nog steeds de kous niet af. Zij vindt het namelijk belangrijk om meer bloed te zien. Hè? Spreekwoordelijk dan. Dus ze spreken ook de werknemer, de ondergeschikte aan van deze financieel directeur. En de ondergeschikte is niemand minder dan hoofd van financiën. Zij heeft natuurlijk allerlei werkzaamheden verricht in opdracht van de financieel directeur. En waar het dan om gaat, is dat... Uh, van Mossel eigenlijk zegt, ik spreek die werknemster aan wegens onrechtmatige daad. Want zij heeft niet voor mij als formeel werkgever gewerkt, maar zij heeft in de groep werkzaamheden verricht voor de andere BV's. En die hebben daar schade van geleden. Daar is geen direct werkgeverschap via het formele criterium, maar alleen via uh, dat zij gewoon werkzaamheden namens hun deed. In eerste aanleg worden deze vorderingen door de kantonrechter afgewezen en de, uh, zij gaan in hoger beroep. En Van Mossel blijft zich op het standpunt stellen dat er sprake is van onrechtmatig daad. Zoals ik al eerder zei, geldt in het arbeidsrecht alleen artikel 661. En wat staat er precies in? Daarin staat dat een werknemer in de uitvoering van zijn werkzaamheden schade beroekend aan de werkgever. Dat dan die aansprakelijkheid beperkt is, want je bent dan alleen aansprakelijk als je met opzet of met bewuste roekeloosheid hebt gedaan. Dus die maatstaf is eigenlijk hoger dan bij onrechtmatige daad. Bij onrechtmatige daad hoef je alleen de toerekenbaarheid en de verwijtbaarheid aan te tonen. Dus dat de medewerker, uh, door diens schuld of uh, door uh, bepaalde wetten waarin staat dat het wordt toegerekend aan die persoon of naar. Uh, naar de verkeersopvatting. Als het dan wordt toegerekend, dan voldoe je er al aan. Dus van Mossel die had gehoopt dat zij aan die lagere toetsingskaders konden voldoen, zodat ze sneller uh, de aansprakelijkheid van deze werknemster konden vastleggen. Nou, het hof gaat daar niet in mee. Het hof heeft gezegd: deze werknemster was dan wel niet in dienst bij de schadeeisende partijen, namelijk die andere BV's in de groep. Maar er was wel sprake van een gelieerde vennootschap. Dus ze waren met elkaar verbonden in één concern. En omdat ze bij elkaar horen uh, is er sprake van één groep. Bovendien verrichten de werk werknemster werkzaamheden uh, voor alle van de van Mosel groepen behorende bedrijven. Dus ook voor de partijen in. Deze procedure. En zodoende is er dus sprake van materieel werkgeverschap. En daarbij acht het Hof verder van belang dat alle verwijten die aan deze werknemster worden gedaan aan haar zijn geadresseerd. Dat die zeer nauw samenhangen met haar arbeidsovereenkomst. Nou, wat waren dat voor werkzaamheden? Zij heeft betalingen geboekt als overnamekosten, terwijl er helemaal geen sprake was van overname. Dus iemand die hoofd van financiën is, weet wel degelijk dat je op die manier geen kosten kunt boeken, was het argument. Uh, het ging ook voor werknemers om onbekende crediteuren. Dus in die zin had het natuurlijk op haar weggelegen om even te vragen: Goh. Uh, ik ken deze crediteur nog niet. Klopt het wel dat we daar een betaling aan moeten doen? Maar dergelijke belletjes gingen bij haar niet rinkelen. Of misschien wel, maar daarmee zegt Van Mossel dus dat had zij. Zij had ons moeten waarschuwen en dat heeft ze niet gedaan. En er waren zelfs betalingen aan een buitenlandse crediteur. En dat was voor Van Mosselgroep zeer ongebruikelijk. Dus dat was wel de grootste alarmbel. Nou, dit soort gedragingen werden haar verweten. En dat probeerde zij dus op onrechtmatige data te doen. Terwijl werk. Terwijl het Hof aanneemt dat het gaat om aansprakelijkheid van de werknemer in dienstverband. Welke twee, volgens vaste rechtspraak, zijn er twee hele belangrijke stappen om materieel werkgeverschap aan te nemen. En dat is dat de werkzaamheden voor rekening en risico van de onderneming plaatsvinden. En de tweede is dat de werkzaamheden worden verricht onder gezag van die onderneming. En het opmerkelijke in deze uitspraak is eigenlijk dat. Uh, het Hof niks zegt over de gezagsverhouding. Dus dat zou je dan impliciet moeten lezen in het feit dat de, ver, dat de verweten gedragingen zeer nauw samenhangen met haar arbeidsovereenkomst. Dus dat eigenlijk alle gedragingen die zij heeft verricht de uitvoering was van haar gebruikelijke arbeidsovereenkomst. Nou Voor Van Mosselgroep is dat natuurlijk balen, want die uh, kon niet meer voldoen met die lagere. Uh, maatstaf van onrechtmatige daad, maar moest echt gaan aantonen nu... dat er dan bij deze werknemers er sprake is van opzet en bewuste roekeloosheid. En de Hoge Raad, want daar, de, daar gaat deze uitspraak natuurlijk om uiteindelijk... die heeft gezegd in Cassatie dat het Hof de juiste, de juiste maatstaf heeft toegepast. Namelijk die van 6.6.1 van het burgerlijk wetboek. En um, het feit dat die gezagsverhouding niet expliciet is... Genoemd is geen motiveringsgebrek volgens de Hoge Raad. Het was echt van belang dat uh, er sprake is van een groep en dat die werkzaamheden haar gebruikelijke werkzaamheden waren. Deze uitspraak is met name van belang voor werkgevers in concernverband. Let op, de aansprakelijkheid van werknemers kan dus worden beperkt op het moment dat die werknemer meerdere werkzaamheden verricht voor verschillende bedrijven binnen één concern. Altijd dat materieel werkgeverschap. In acht nemen. Dit was de uitspraak. Dank voor het kijken.